Ja, hoi allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering. Het zat de vorige keer een beetje tegen met de GPS-bestanden, zeg maar. Ik moet dat nu alsnog even gaan proberen, terwijl ik aan het inspreken ben. Ik besef me dat dat niet helemaal handig is, maar goed. Het zijn van die dagen. Hier wat foto's van het hotel, althans niet het hotel, de plaats waar we gebleven zijn. We zijn verbleven in Hotel Gotthard in Gürschen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek allemaal. Prima hotel. Een beetje gedateerd, maar prima bed. Prima gastvrouw, gastheer. Het restaurant was er niet bij. Dat moesten we aan de overkant doen. Maar ja, allemaal geen probleem. De foto's van de omgeving. Ja, er is iemand die fotografeert graag alles rechtop. Vandaar alle zwarte randen. Ik zeg verder niks wie. Ik had er maar eentje zijn. Dus. Helaas zijn de stemmen wederom niet goed opgenomen. Ik laat zo meteen een heel klein mini stukje horen van wat er aan geluid over is. En ja... Het is gewoon niet aan te horen, dus dat heb ik eruit gelaten. We gaan beginnen. De BMW van L die heeft wat last van de kou. Het was een wat koudere nacht vergeleken bij de warme dagen overdag. Dus die had wat moeite om te starten en te blijven lopen. Nu stond de BMW 1100 enigszins onbekend. Je moest hem echt wel lekker op de choke houden als het kouder was. Althans, ik heb er 2 gehad en dat moest bij mij. Dus ik ga ervan uit dat het een beetje general is. Want de derde, deze, heeft dat ook. Maar goed, Hotel Gotthard. Ik zei er straks Gotthard, maar het is Gotthard, denk ik. We gaan naar de Dam. Ik zal dat er zo nog even bijzoeken hoe die precies heet. Er zit een gletsjer daar zo. Die foto heb je net gezien. Nou ja, de rest, ik ga nog niks verklappen. De rest zie je zo wel. Dat geluid wat je dus net hoorde, dat is over van... dat is wat de stemrecorder heeft opgenomen. Hier komt zo nog een geluidje. Hier zo, komt ie. Nou, zo nog een paar dingetjes. Ik heb alles eruit geknipt tot op het eind na. Even te laten zien en te laten horen hoe of wat en waarom ik het er heb uitgeknipt, want het is gewoon echt zucht. Pijnlijk om naar te luisteren. Aan het eind, ik ga deze video denk ik in 4 of 5 delen knippen. Kijk even hoe het loopt. En dan doe ik hem probeer ik in 1 of 2 weken zeg maar deze hele video online te krijgen. Ja, geniet van de rit. We gaan naar de Staudamm. Staudamm, ja. De Stuurdam. Nou, de rest hier zo wel. Wij rijden dus bijna altijd wel heel erg rustig. We worden heel vaak ingehaald. We halen zelf heel weinig in. En dit was zo'n momentje. Weet je, er komt verkeer achterop. Lekker er voorbij laten. voor de, nou, wat zou ik zeggen, kampeerders onder ons. Kijk hier, op 1543 meter, een camping. Of het echt een camping is, weet ik niet. Wij kamperen niet, maar je mag hier dus wel overnachten. En hoe dat precies geregeld is, dat is aan jullie om dat uit te zoeken. Geen idee. Maar kijk, campertjes, tenten, alles staat er. Dus ja, nou, voor degenen die het leuk vinden en motorkamperen doen, 1550 meter bij, achter de dam, hè, want het is een stuwdam, daar kun je eens kamperen. Oh, en ik adviseer deze route. Ten eerste, hij loopt dood, je moet heen en terug, maar nou ja, kijk zelf maar verder waarom. Als je een beetje links voor kijkt, dan zie je die bewolking, die laag hangende bewolking. Ja, stille hint. Hij is niet zo stil, want ik vertel het nu, maar het is een stille hint. De mensen met hoogtevrees, kijk naar links. De mensen die van het uitzicht willen genieten, kijk even rechts. Oei, je kunt vergissen in een bochtje. Zoals deze bijvoorbeeld. Dit bochtje, dat gaat zo meteen nog een keer terugkomen. Probeer het maar te onthouden. Je komen dus aan bij de parkeerplaats. Daar moet je dus schijnbaar voor betalen. En Hollanders als we zijn, plus die laaghangende bevolking en het feit dat we nog minimaal 4 passen op de agenda hebben staan, deed ons besluiten om eigenlijk gewoon weer om te draaien na even wat overleg. Het lijkt nu bijna in één beweging door te gaan, maar dat was niet zo. We hebben even staan overleggen, dubben van wat doen we? Gaan we erheen, ja of nee? Met nog 4 passen in het vooruitzicht dachten wij, wij gaan verder. Wij gaan genieten van de afdaling en de volgende passen die nog komen gaan. En de mensen die hoogtevrees hebben, ik zou niet te veel, ik zou een stukje doorspoelen, ja. hebben de eerste paar dagen hebben wij echt heel weinig foto's gemaakt. De vakantie was begonnen. Rijden, wap, gaan. Nou, dat is niet helemaal waar, maar we zaten nog niet in de vakantiestemming. Dit begon zo langzamerhand een klein beetje door te dringen. Dat we zoiets hadden. Nou, oké, rustig aan. Af en toe even een fotootje maken. Even stoppen. Relaxed. Dit is het resultaat, zeg maar. Best mooie foto's. Weet je nog, dat bochtje waarvan ik zei, die gaat zo meteen terugkomen? Die gaat er zo aankomen. Ja, let maar goed op. Zo achteraf op de film ziet het helemaal niet indrukwekkend uit. Maar als je eens naar beneden komt gestiefeld, je hebt eigenlijk bijna heel de weg niemand gezien. En dan in dat bochtje, vrij scherp, vrij onoverzichtelijk, kom je ineens auto's tegen. Die eerste, ja, die hield hem redelijk buiten, dat ging. Die tweede, die moest echt corrigeren, die moest echt naar buiten, want nou ja, was iets minder goed gegaan, zeg maar. En die derde, die had hem gelukkig ook op tijd door, is, denk ik. Ja, op dat moment was ik al, ik zat niet tegen stilstand, maar wel langzaam aan het rijden. Mensen, ik kan jullie deze route adviseren. Ik heb de afdaling een heel eind geknipt. Hier waarschuw ik L voor dingen. Hier zit ook een hotel trouwens. Ik waarschuwde L voor de auto. Daar staat een hotel. Deze route, het is niet lang. Er zit een hoogteverschil in van, ik meen 600 meter even, 600-700 meter uit mijn hoofd. Ja, het is doodlopend. Ja, je moet weer terug. Dat is meestal als het doodlopend is. Maar het uitzicht, zowel omhoog als naar beneden, het is magnifiek. Het is echt très magnifiek. Ik spreek geen Frans. Ik doe maar alsof. Geweldige dag vandaag. Ik ga even kijken of ik de GPS-bestanden van dit stukje erbij kan vogelen. En dan zal ik eens kijken of ik er nog wat leuks van kan maken. Geweldige dag. Heerlijk. Ik vind het zonde om te knippen. En toch heb ik dat op heel veel stukken gedaan. Hoor. Want op de weg naar beneden heb ik echt wel wat stukken geknipt. Oh, fotomomentje. Ja. Hier komt weer een fotomoment. Met een paar leuke foto's weer gemaakt. Uiteraard door mijn EGA. Hè, mijn EGA. Niet mijn ego, maar mijn EGA. Kijk, de foto's. Nice waar. Oftewel, mooie. Die blauw-gele tas, dat is mijn EHBO-tas. Hier probeert El de motor dus weer te starten. Het lukt uiteindelijk. Die is al wat warm, dus het zou geen probleem moeten zijn. Maar die sleutel, dat wil af en toe even niet. Helaas. Goed, Oniva. mag je dus 60, dames en heren. De maximumsnelheid op deze weg is 60. Ik heb niet harder gereden dan 40, geloof ik, uit mijn hoofd. Ik heb meer richting de 30 dan richting de 40 gezeten. Jee, 38, jee, 39. 40, 60 km per uur. De lokalen zullen het redden, maar ik absoluut niet. Ik heb geen idee hoe goed het te horen is in de eindmontage en hoe goed jullie dit kunnen horen. Maar zo af en toe dan hoor je het geluid van de BMW dat onderdoor als L afremt of linkop optrekt, zeg maar. Dus je hoort het geluid van alle twee de motoren. Die, van de BMW die staat wat zachter, bewust. Anders klopt dat niet met hetgeen wat je ziet. Maar zo her en der hoor je wel... het karakteristieke geluid van de BMW onderdoor komen. Dus dat wil ik nog even kwijt. Uiteraard overstem ik het nu, want ik ben zelf een beetje gas aan het geven. Dus ja, dat schiet niet helemaal op natuurlijk. zijn we al bijna weer beneden. Ik ben weer heel vroeg met inspreken, maar we zijn bijna weer beneden. Wat ik al zei, ik ga deze video echt in minimaal 4, maar ik denk in 5 delen opknippen. Denk ik, zoals ik er nu in sta. Ik heb hier al heel veel uitgehaald en ik zit nu al op 20 minuten en dan moeten we er nog 4 passen doen. Dat wordt gewoon een veel te lange video. Dus ik denk dat ik gewoon pas voor pas doe. Dus ik ga gelijk door met de volgende video. Het is... wat is het vandaag? Zondag? ...20 oktober om 1 uur 's middags. Ja. En dan ben ik al vanaf vrijdagavond bezig. En dan ben ik pas hier. En dan moet ik de beelden... Alles staat synchroon, maar ik moet nog even kiezen welke beelden. Dus ik ben er wel aan het inspreken, maar ik weet nog niet welke beelden ik pak. Of dat ik de helmcamera pak, de 360 voor mijn windscherm of de 360 links bij aan de achterkant, zeg maar, bij mijn koffer. Dus dat moet ik nog gaan doen. Dus het kost best veel tijd. Ik klaag niet, maar het kost best veel tijd. Iedereen, dankjewel voor het kijken. En nou ja, ik hoop dat er gauw nog een deel komt, zeg maar. Bedankt en tot de volgende keer. Goed hè. Hoi.